Welkom bij de Spelzone, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer moet jullie een blik werpen op Unconscious Mind, uitgegeven door Fantasia. Dit is een spel voor 1 tot 4 spelers waar je 60 tot 120 minuten mee bezig bent. En in dit spel kruipen we in de huid van psychologen en gaan we proberen onze patiënten te behandelen. We gaan dat doen door hun dromen en herinneringen te interpreteren en daarmee therapie toe te passen, waardoor ze uiteindelijk van hun denkbeelden afgaan en genezen worden. Daarvoor moeten we aan de voorkant natuurlijk inzichten verkrijgen. We moeten ideeën met elkaar sparren en informatie die we hebben, de behandelingen kunnen we vervolgens weer publiceren. Het doel is om uiteindelijk de meeste punten te verzamelen, dus laten we snel maar eens een blik werpen op wat er allemaal in de doos zit. Het spel is van de hand van Joma, Zax, Laskas en Johnny Peck en wij krijgen de spelregels in het Engels. Er is ook een Nederlandse variant van de regels op zich. Oké, ik vind het niet onduidelijk. Er zitten veel kleine regeltjes in. En ik vind de structuur niet helemaal ideaal. Alles staat er wel in, alleen het had voor mij net even wat strakker en gestructureerder gemogen. Desondanks, als je het de eerste keer doorleest, prima, kom je alles wel tegen. Maar iets terugvinden is soms wat lastiger. Verder krijg je een kleine module erbij, die staat op de rug uitgelegd. Je krijgt wel handige reference kaarten en case study effecten. Voor elke speler een setje. We krijgen het cityboard waarop ook het puntenspoor staat. De track waar we Freud bij houden en onze eigen positie. Het ideeënbord, dat is eigenlijk het worker placement bord waar we de ideeën en onze hoofdacties vandaan halen. Ik heb de deluxe components erbij zitten. Dus dat is dat oranje bakje wat je hier ziet zitten. Maar je hebt de waanbeelden, dat is super tof gedaan. Dat zijn deze layovers waarop dus allerlei, ja, doe maar Rochard vlekken op zitten waar je het een en ander in kan zien die je over je patiënten heen legt. We krijgen de verschillende patiënten zelf, we krijgen de dromen en herinneringsbeelden. We krijgen een heel mooi bakje voor onze componenten, onze behandelingskamer in de vorm van dit kruis en de componenten voor elke speler in zijn of haar kleuren. Nog wat brilliant ideas. Verder krijgen we de verschillende journals, de startjournals, de level 1 en level 2 journals. Voor de uitbreiding, deze volgens mij voor het solospel. Dit zijn de publicaties die je gaat doen. Hier hebben wij de verschillende publicatieboeken, locatiebonussen die we krijgen. Voor elke speler een spelersbordje waarop je het een en ander bijhoudt. En je krijgt deze disc voor je insights. Nog meer referencekaarten, locatie en district bonus tegeltjes. En voor elke speler krijg je een speelstuk. Nogmaals, dit zijn de luxe componenten, normaal zijn die hout. Maar een figuurtje voor jezelf om rond te lopen over de kaart. We krijgen meneer Freud. We krijgen een behandelingsflesje voor op je spelersbordje. Deze is voor de uitbreiding. En hier hebben we nog een playmat waar je de markt op legt van de beschikbare kaarten en boeken. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel aan het begin. Had ik mijn voorbeeld even opgezet voor 3 spelers, waarbij ik maar voor 1 speler alle componenten heb neergelegd. Elke speler kiest een kleur. Je krijgt het spelersbordje in jouw kleur. Je krijgt jouw ID-markers. 3 liggen er vast, 3 in je voorraad. Je krijgt jouw flesje medicijnen die je op de bovenste positie plaatst. Een marker voor de therapy boxes, een marker voor de bakjes koffie. We plaatsen onze eigen inside markers, die dus de spelerskleur hebben. Hier aan de rand van het bord, die moeten we nog vrij spelen. We krijgen ons inside board met daarin 7 neutrale stenen. En die staan voor growth, freedom en passion. Verder hebben wij ons behandelkamer. Aan het begin van het spel krijgen we allemaal een patient. Je pakt een aantal standaard patiënten, dat zijn de lichtblauwe, gelijk aan de hoeveelheid spelers plus 1. Daar doe je een standaard grief kaart overheen en die herken je aan het feit dat hier zo'n hoedje afgebeeld staat. En dan in omgekeerde spelersvolgorde kiest iedereen een patiënt met de bijbehorende grief kaart. Daarop staat hoeveel hartjes deze patiënt, hoeveel therapie die nodig heeft. 5. Dus je plaatst je marker dan op het overeenkomstige aantal. Zou je op de 6, 7 of de 8 komen, dan staat daar overwinningspunten afgebeeld. Die krijg je meteen.
Dan pakt elke speler voor de patiënt een latent dream, dat is de donkerblauwe. Je pakt een manifest dream, een van de open of de bovenste gesloten. Gewoon even de bovenste gesloten. En die leg je overlappend op elkaar, zodat beide abilities zichtbaar zijn. Je zult ook zien dat het artwork doorloopt, waardoor je er dus eigenlijk een geheel van maakt. En die kaarten helpen ons om therapiepunten te geven, zodat we onze patiënt kunnen behandelen. Dan hebben we nog een tweede behandelkamer. Aan het begin van het spel is die gesloten. Daar krijg je deze kantoorkaart voor. Elke speler krijgt er eentje. Daar staat een letter op of een symbool. In mijn geval de B. Dat betekent dat ik de drie start journals met de letter B erbij pak. Ik kies er eentje. Die geeft mij een onmiddellijke bonus en een startpositie voor mijn karakter. En daarna draai ik hem naar de achterste zijde en plaats ik hem in een van de drie rijen. De meest linker positie. Nou, ik ga natuurlijk even een beetje kijken wat mijn droom nodig heeft. Groen en paars. Nou, dan kies ik er bijvoorbeeld voor om deze te nemen. Startlocatie voor mij wordt hier zo. En ik krijg twee insight minor, dus aan het begin in groen. En één in paars en eentje in rood. Daarna draai ik hem om en leg ik hem bijvoorbeeld hier neer. De andere twee heb je niet meer nodig, gaan terug in de doos. Verder leg je een scoremarker op 0 en een marker op 0 van het reputatiespoor. Dan gaan we de rest van het speelbord klaarleggen. Op het ideeënbord met minder spelers dan 4 worden een aantal posities afgedekt in een 3-spelerspel de hoeken. We schudden alle level 1 en 2 journals. We pakken er een x aantal, 15 in mijn voorbeeld. We leggen er 2 open, de rest gesloten. Hier hebben wij het districtenbord. Nou, we hebben allemaal onze eigen startpositie, Freud. Je pakt 6 location goal tiles. Deze hebben allemaal een locatie erop afgebeeld. Je pakt er willekeurig eentje en dat is waar Freud begint. En verder leggen wij hier op fase 1 het Freud medaillon neer. En we hebben hier de district bonus tokens. Je zoekt even voor elk van die stapels het fiche op met het medaillon. Die leg je bovenop. En de rest zijn gewoon de standaard fiches met het wapenschild van het district. Dan hebben wij hier bovenaan de bonus tegels, 7 in totaal. We hebben de werken die we kunnen publiceren. We hebben de latent en manifest dreams, waarbij de latent dreams gesloten zijn. En van de manifest leggen we er 4 open in de display. We hebben de 2 soorten patiënten. Dat zijn de routine patiënten, 2 open en een trekstapel. En de case studies, 2 open en een trekstapel. En dan hebben we de griftkaarten. En dat zijn dus de verschillende transparantjes die over je patiënten heen komen. Die je moet gaan genezen. De journals, we leggen er 2 open. Bright idea fiches. De startspeler hebben we aangewezen. Die krijgt deze startspeler marker. De volgende speler krijgt 1 kopje koffie. En de derde speler krijgt een bright idea. En de vierde speler een kopje koffie en een bright idea. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Dat doe je door patiënten te genezen, grifts weg te werken. Maar ook door te publiceren en allerlei andere dingen. En aan het einde van het spel krijg je nog extra punten. Hoe meer je hier vult, hoe meer punten je daarmee kan krijgen. En datzelfde geldt hoe meer districten jij invloed in hebt. Hoe meer je daar punten mee kan krijgen. Het grootste verschil is eigenlijk sommige verwinningspunten in een lichte munt. Dat zijn punten die je krijgt op het moment dat je er aan voldoet. En je hebt punten in een donkere munt. En dat zijn punten die je pas aan het einde scoort. We gaan door. Totdat de marker van Freud op het klokje komt. Die ronde wordt afgemaakt, zodat iedereen evenveel aan de beurt is geweest. En dan is er nog 1 laatste ronde. En dan gaan we kijken wie de meeste punten heeft. Maar zo zit hem op. Laten we maar eens gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes. In elke ronde komen alle spelers 1 keer aan de beurt. En als je aan de beurt bent, voer je 1 actie uit waarbij je keuze hebt uit 3 mogelijkheden. Je kunt state an idea doen, je kunt recall your ideas doen en je kunt treat a client. Het basismechanisme waarop dit spel gestoeld is, is worker placement. State an idea betekent dat je 1 van je ideeën pakt, op pad stuurt naar het ideeënbord. Je geeft aan middels de punt van de tekstballon welke actie je wilt uitvoeren en die voer je uit. Het recallen van ideeën betekent dat alle workers die op je bord liggen, die haal je weer terug. En de laatste actie is het behandelen van de patiënten die je hebt. En ik ga voor deze uitleg beginnen met het behandelen van de cliënten die je hebt.
Als je een cliënt wil behandelen, dan heb je eigenlijk twee stages waar je mee geconfronteerd wordt. Je hebt de griftkaart die hier bovenop ligt. Die geeft extra behandel, extra therapie, uitdagingen die we moeten wegwerken. En daarna, als we die eraf hebben, komt de speciale eigenschap van de cliënt tevoorschijn. Dat is een bonus waar je gebruik van kan maken. Ook al ben je nog niet klaar met haar behandeling, maar zodra de griftkaart weggaat, dan zie je ook dat deze rode lijn verdwijnt, dan is die speciale eigenschap van kracht. Weet je de patiënt te genezen, dan krijg je de overwinningspunten die hier staan. Nou, wat het spel heel goed doet, is voor elk karakter hebben ze een uitleg van de speciale eigenschap op deze reference staan. En elke speler heeft zo'n mooie reference. Maar hoe behandel je nou zo'n cliënt? Jullie zien dat elke cliënt heeft een x aantal therapy hartjes. Dat is het aantal behandelpunten wat je nodig hebt om iemand helemaal te genezen. In mijn voorbeeld zijn het 5 hartjes, dus ik leg de marker voor deze patiënt op 5. En boven elke patiënt liggen in de basis 2 dromen. De latent en de manifest dromen. Als je behandelt, mag je 2 dromen tegelijkertijd doen, als ze maar zichtbaar zijn. Nou, in dit geval heb ik nog maar 1 behandelkamer, dus betekent dat er maar 1 van mijn 2 dromen zichtbaar is. Dus ik kan alleen maar focussen op de bovenste droom. En op die droom staat wat we nodig hebben aan insight om een x aantal behandelpunten te krijgen. In dit geval krijgen we 3 behandelpunten. En een klein bonusje. In dit voorbeeld zouden we ook nog 3 overwinningspunten krijgen. Nou, die insight die komt uit ons insight bordje. In dit voorbeeld hebben we nodig Paatsen Major Insight. Dat betekent dat we een marker moeten hebben op de buitenste ring. We gaan straks kijken hoe we dat allemaal voor elkaar krijgen. We hebben een medium growth, groene insight nodig. En een minor ook in groen. Weet dat als je bijvoorbeeld dit hebt liggen, je altijd een sterkere variant mag gebruiken om aan een symbool te doen. Dus ik heb nodig de paarse major, een medium groen en een minor groen. Dan zou ik ook kunnen zeggen, ik gebruik de medium groen en de major groen. Het is natuurlijk een beetje zonde om in ieder geval aan die minor te voldoen, want deze kan vervangen worden door deze en deze 2 kunnen weer vervangen worden door de grootste. Dus weet dat je daar gebruik van mag maken. Daarnaast, en dat leg ik nu alvast uit, tijdens het spel kun je koffie krijgen. Koffie kun je gebruiken om stapjes omhoog te gaan. Voor elke 2 koffie die je inlevert, 1, 2, mag je 1 stapje omhoog gaan. Dus dat kan zijn vanuit het midden op de minorring geplaatst worden, of vanuit de minorring naar de medium, of vanuit medium naar de major ring. Dus daar is koffie super handig voor. Je kunt echter niet meer dan 6 koffie krijgen. Alle extra koffie die je krijgt, die moet je gelijk gebruiken. Maar, hoe behandelen we? Nou, we hebben nodig een major in paars, freedom. Die betalen we. Een medium in groen, growth. En een minor in groen, ook growth. Als we dat betalen, krijgen we wat hier staat. Dat betekent dat we 1, 2, 3 stapjes bewegen, 3 hartjes, op het behandelspoor van deze patiënt. En als je tijdens die behandeling op of over de catharsis komt, het gouden symbooltje, dan heb je de grift weggewerkt. En dat betekent dat je de bonus krijgt van de huidige grift, in dit geval een bright idea. En ik krijg 2 kopjes koffie. En omdat de eerste grift dit symbooltje heeft, dat betekent dat je de kamer naast de patiënt, waar dat symbooltje ook op staat, samen met de griftkaart weglegt en je tweede behandelingkamer open gaat. En zodra een behandelingskamer leeg is, komt er een nieuwe patiënt. Gaan we zo meteen even naar kijken. Verder krijg je uiteraard eventuele bonussen die vermeld staan op Dreamkaart. Dus in mijn geval zou ik 3 overwinningspunten krijgen. En daarna gaat ook de Dreamkaart weg. De patiënt is nog niet genezen, want daarvoor moeten we helemaal naar het linker vakje komen. Daarvoor zullen we dus nog een keer een droom moeten gaan interpreteren. We hebben weer een major nodig in paars en een median. En er ziet er geen afbeelding in staan. Dat betekent dat is een median naar keuze. Dus dan kunnen we zelf bepalen welke median we gebruiken van ons insight board. Maar nu de griftkaart eraf is, is de speciale eigenschap zichtbaar.
En die werkt al wel voor ons, terwijl we deze patiënt aan het behandelen zijn. Kaarten gaan naar de aflegstapel. Zoals ik al zei, als je aan het einde van je beurt lege behandelkamers hebt, dan kies je een nieuwe patiënt. Je mag zelf kiezen uit de 4 openliggende patiënten welke je graag zou willen. Nou, laten we zeggen dat ik bijvoorbeeld een wat lastigere patiënt wil hebben. Dan pak ik die. Dan komt automatisch een griftkaart overheen. Dat geeft in dit geval aan 7 hartjes. Dus dan leg ik deze op positie 7. Daar staan 2 punten. Die krijg je onmiddellijk, omdat je dus een wat lastigere patiënt hebt gekozen. Er komt altijd een latent dream boven te liggen. Daar heb je geen keuze in. Je pakt gewoon de bovenste van de trekstapel. En dan mag je nog een 2e kaart erop kiezen van de manifest dreamen. Daar is het even belangrijk om te kijken. Hier bovenin op de griftkaart zie je een symbool staan. Als dat matcht met de dream, dan is de behandeling effectiever. En dan krijg je voor de dream, zeggen dat we deze droom gebruiken om te behandelen. Daar zien we dus ook dat wolkje op staan. Normaal gesproken, als ik die behandeling doe, krijg ik 2 hartjes. Maar als er een match is tussen het symbool op de dream en de griftkaart, krijg je een extra hartje. Dus dan worden er 3 hartjes. Het is natuurlijk wel even belangrijk om te tellen. Ik moet 7 hartjes behandelen. Deze geeft me de 3 en deze geven me met de bonus ook 3, dus dan zit ik maar op 6. Dus dan zou ik het in principe niet redden. Nou, daar zijn natuurlijk andere manieren voor. Dat zijn de zogenaamde therapy boxes die je kunt verdienen op allerlei manieren. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Maar zo pak je een nieuwe patiënt en die leg je weer klaar. Als je de patiënt volledig weten genezen. Dus laten we zeggen dat we deze kaart ook voltooien. We krijgen, als we dit betalen, nogmaals 3 therapy. Dus we gaan 1, 2 en de 3e therapy kunnen we niet plaatsen, want ze is al genezen, dan krijg je een therapy box. Mag je er maximaal 3 van hebben. En therapy boxen kun je aan het einde van je beurt gebruiken om de track van een patiënt die je aan het behandelen bent per box alvast 1 stapje terug te schuiven. Uiteraard krijgen we weer de bonus. De patiënt is nu genezen. Dat betekent dat we de overwinningspunten krijgen die hier staan. In mijn voorbeeld zou dat 8 zijn. En we leggen de patiënt onder ons spelersbordje. Want die patiënt geeft ons in dit geval een districtsymbool. Of eigenlijk een locatiesymbool. Een speciale eigenschap. En telt mee voor de location goals. Dan moeten we bijvoorbeeld 3 van deze blauwe patiënten zien te genezen. En als je dat voor elkaar krijgt. Bijvoorbeeld dat is deze goal. Dan mag je deze goal tegel claimen. En dan krijg je een achievement punt. Een reputation point. Ook daar gaan we zo meteen natuurlijk naar kijken. Maar ik leg hem gewoon hier neer. Speciale eigenschappen, symbolen zijn allemaal interessant voor mij. Maar dat is de therapy actie. De 2e actie, zoals ik al zei, dit is een worker placement. Dus we gaan onze ideas, onze ballonnetjes op pad sturen om acties te doen. Daar gaan we zo meteen natuurlijk naar kijken. De 2e actie die ik uit wil leggen, die relatief makkelijk is, is de recall actie. Met de recall actie ga je al je workers die je op het bord hebt liggen, die ga je terughalen. Eerst tel je hoeveel verschillende posities jij bezet. In mijn geval 2. Dat betekent dat ik 2 koffie krijg. Dus ik zet 2 kopjes koffie bij. Daarna neem ik al mijn ideeën terug en leg ik weer in mijn voorraad. En tot slot mag ik een location bonus nemen of een district bonus. Location bonus betekent dat je gaat kijken naar de positie van jouw figuurtje of de positie van Freud en je neemt een van die bonussen. Nou, laten we zeggen dat ik de locatie van mezelf pak. Ik neem het bovenste fiche van deze stapel. De eerste levert je gelijk zo'n reputation op. Ik dek 1 van de 3 mogelijkheden af. Nou, voor het gevolg neem ik even een groene major. Dus ik plaats een van mijn markers op de groene major. En omdat hier het reputatiesymbooltje op staat, gaan we de gaining reputation doen. Dat is 3 stapjes. Allereerst beweegt Freud 1 stapje over het reputatiespoor. Daarna degene die de reputatie krijgt, dat ben ik zelf, 1 stapje over het reputatiespoor. En elke keer als Freud met zijn medaillon langs een vakje beweegt waar dit symbooltje staat, Freud met een pijltje eromheen, beweegt de Freud marker ook 1 stapje. En dat is ook gelijk de klok. Want elke keer als iemand reputatie krijgt, begin je met het bewegen van de Freud marker. En zo kan die uiteindelijk op de 10e positie komen. En er zijn 3 manieren om reputatie te krijgen. De eerste zijn om zo'n marker te claimen op een van de locaties.
het voltooien van een locatiebonus. Dus je voldoet aan deze eisen. Je krijgt een reputatie en deze tegel. Die draai je dan om. En dat geeft weer symbooltjes. En het laatste is, als je je spelersbordje volledig vult, dan krijg je daar ook een reputatiepuntje voor. Nou, dat helpt allemaal mee om die klok vooruit te zetten. Maar dit is de locatiebonus. Alternatief kun je er ook voor kiezen om de districtsbonus te nemen. Dat gaat om waar jij staat. Je kijkt naar het district, in dit geval het groene district. En dan ga je de groene symbolen die je hebt verworven. En dat kunnen dus symbolen zijn die op jouw patiënten staan. Ik heb hier bijvoorbeeld één zo'n symbool. Een locatiebonus hebben verworven. Daar kunnen die patiënten of die symbolen op tevoorschijn zijn gekomen. En soms heb je rapporten geschreven of publicaties gedaan en daar staan die symbolen op. Nou, als we gaan kijken naar wat ik nu op dit moment heb, dan zien jullie dat ik bij elkaar bijvoorbeeld 5 van die symbolen zou hebben. Dat betekent dat ik 1, 2, 3, 5 deze actie mag afdekken. Ik moet daarvoor wel een van mijn persoonlijke insight fiches gebruiken, dus die moet ik al vrijgespeeld hebben. Ook dat gaan we natuurlijk zo meteen bekijken. Die moet ik vanuit mijn insight board halen. Ligt die ergens op een bepaalde ring? Ja, dat is jammer. Dan ben je dat gewoon kwijt en dan gaat die weg. Je mag niet zomaar fiches ruilen binnen jouw insight ring, dus gebruik deze slim. Maar die plaats ik op de positie die ik claim. Daarna pak ik een tegeltje. En dat leg ik over de bonus heen. In dit geval krijg ik 2 therapy boxes. En ik mag mijn inkpot 1, 2 of 3 stapjes verplaatsen. En als je de hoogste waarde neemt, dan zie je dat je ook weer een reputation krijgt. Dat was nog even vergeten te vertellen. Dus dat is ook nog een manier om te bewegen op de reputation track. Dus dat is de alternatieve bonus die je kunt krijgen als je een recall ideas actie doet. Dus in plaats van de locatiebonus bij Freud of jezelf, de districtbonus waar je staat, maar dan moet je dus ook die symbolen hebben om die te kunnen doen. Want je hebt minimaal 3 nodig om zo'n positie te kunnen pakken. En je moet ook zo'n eigen insight steen hebben vrijgespeeld. Dan hebben we de treat clients actie gedaan. We hebben de recall actie gedaan. Dan blijft alleen over de state ideas. En state ideas betekent dat je dus jouw workers, jouw ideas op pad gaat sturen naar het ideeënbord. Nou, de regels voor het plaatsen op het ideeënbord zijn simpel. Elk vakje kan 1 idee, 1 marker of 2 markers bevatten. Maar die worden wel in 1 keer geplaatst. Alternatief kun je bright ideas gebruiken om markers te vervangen. Daarnaast mag je alleen maar wijzen naar de acties die vanuit dat vakje beschikbaar zijn. En je mag nooit 2 keer naar dezelfde actie wijzen. Dus als ik zeg ik wil bijvoorbeeld deze actie uitvoeren, kan ik een volgende beurt niet zeggen. Ik ga hier liggen en ik ga nog een keer die actie uitvoeren, want ik wijs al naar dit actieveld toe. Nou, wat voor soorten acties heb je? Aan de bovenkant, de bovenste 3 acties, die laten jouw nieuwe journals kopen. Je betaalt 1 kopje koffie en je krijgt 1 van de 2 journals en die leg je in je spelersbordje. Altijd op de meest linker positie, maar mag wel kiezen in welke rij. Betaal je 2 kopjes koffie, dan krijg je een idea, of een journal. Maar je krijgt ook de bonus die aan de zijkant staat, die handel je gelijk af. Dus in dit geval krijg je 2 keer paars insight minors. Hier zo krijg je onmiddellijk een bonusje van het district met het groene district met de boekjes. En betaal je 3 kopjes koffie, dan krijg je en de bonus aan de zijkant. En je doet onmiddellijk de actie op het tegeltje. En daarna dit soort tegeltjes flip je en plaats je die weer op jouw spelersbordje. En dat geeft weer leuke extra's. Want die tegeltjes die je op je bordjes plaatst, zoals ik al zei, je moet zelf kiezen waar je hem plaatst. Dat is altijd het meest links. Maar weet jij een rij of een kolom te vullen, dan komt dit fiche vrij. En dat gaat naar het midden van je insight board. En dat kun je dus gebruiken en dan kun je dus ook weer in de districten verplaatsen. Weet jij een hele rij te vullen, hetzelfde principe, dan gaat ook het steentje aan het einde weg. Inderdaad. Speel je dus op die manier vrij. Je mag zelf kiezen waar je ze neerlegt. De enige beperkingen zijn, wil je het laatste veld voor een tweede keer vullen, dan moet je minstens 1 patiënt gekeurd hebben. Wil je het derde veld vullen, dan heb je 2 patiënten nodig gekeurd om dat te mogen doen. Maar dat zijn de bovenste 3 acties. Als er een tegeltje weggepakt wordt, wordt de rest doorgeschoven en flip je weer een nieuwe open.
Bij deze krijg je 2 upgrades en een zijdelingse verplaatsing van je insight. En met deze actie krijg je 3 basic insights. Hoe ziet dat eruit? Nou, 3 basic insights betekent 1, 1, 1. En upgrades, voor elk upgrade symbool mag je een nieuwe insight op de minor leggen. Of je mag insights die je al hebt een stapje bewegen. En dan zagen jullie ook nog het symbool dat je zijdelingse beweging mag doen. Dat betekent, ik heb bijvoorbeeld paars nodig, maar rood op dit moment niet. Dan zou ik deze major hier naartoe kunnen leggen, omdat die daar voor mij beter uitkomt. Het maakt niet uit of het steentje jouw kleur heeft of neutraal. Het zijn nog steeds bepaalde insights die je kan gebruiken om de dromen te interpreteren. Alleen deze in jouw eigen kleur kun je nog voor andere dingen gebruiken. En dat betekent dat als je hem hier weghaalt, ben je insight ook kwijt. Want je mag niet zeggen, oh, het komt even niet goed uit. Ik wissel dit even om, want zo is het handiger. Dan heb ik die nog in reserve. Als die eenmaal op het bord ligt, dan moet je hem gebruiken om hem weer in het midden te krijgen. Je mag niet zomaar omwisselen. Soms zijn er symbolen die jou forceren een downgrade te doen. Dit symbool met de rode pijl omlaag. En een downgrade is heel simpel. Je moet één van jouw insight markers pakken en die doe je 1 ring omlaag. Je mag 1 koffie betalen om een downgrade te negeren. Net zoals dat je 2 koffie mag betalen om een upgrade te doen of te schuiven tussen de ene kleur naar de andere. Dan hebben we hier in het midden het pakken en spelen van research kaartjes. Of het publiceren van een treatises. En dat is een behandeling. Als je een kaartje mag pakken, dan neem je altijd de bovenste kaart van het research deck. Die bekijk je. Daar staat een boekkaft op. Daar staat een bonus op het moment dat je hem speelt. En symbolen die je kunnen helpen voor de district bonus. Maar die zit in je hand. Wil je ze spelen, heb je dit symbool nodig. En dan mag je ze voor je op tafel leggen. Je mag zoveel hebben als je wilt. Even belangrijk, als je een kaart pakt, pak je altijd de bovenste gesloten kaart. Maar in de markt liggen altijd 2 open research kaartjes. En je mag, als je een kaart pakt, altijd kiezen om die kaart te vervangen voor een andere kaart die jou beter schikt. En de kaart die je dan daarmee vangt, komt weer in het aanbod te liggen. Waar hebben we deze boekjes voor nodig? Nou, laten we voor het voorbeeld zeggen dat ik er een aantal heb. Als je dit soort research kaartjes hebt en je voert de treatises actie uit, dan mag je een boek gaan publiceren. En bij het publiceren van een boek, kies je eerst een boek uit de display. Laten we voor het voorbeeld zeggen dat ik dit boek wil publiceren. Het eerste symbool, de eerste rug, die moet ik altijd zelf leveren. Dus dat kaartje moet ik hebben. Nou, ga ik bijvoorbeeld deze voor gebruiken. Het tweede boek, of eventueel het derde of het vierde boek, want je hebt verschillende treatises, die moet ik of zelf leveren. Nee, in mijn voorbeeld kan ik ze gewoon allebei zelf leveren. Lekker makkelijk. Allemaal geen enkel probleem. Maar die mag ik ook van andere spelers lenen. Dus als andere spelers al treatises hebben liggen, dus zij hebben ook al boeken gepubliceerd, dan zou ik deze kleuren bij hun mogen lenen. En daar heb ik mijn werk op voortgezet. Betekent wel dat zij 2 punten en een Bright Idea krijgen voor elk boek wat ik van ze leen. Ik mag zelf kiezen hoe ik dat doe. De gebruikte research kaartjes die leg je hieronder. Want ja, die ben je kwijt. Dus je krijgt wel andere symbolen terug. En natuurlijk lekker veel punten. Ook voor het publiceren moet ik weer een van mijn eigen insight markers vanuit mijn insight wheel. Dus ik mag ze niet zomaar van het bord afpakken. Dan moet ze eerst vrijspelen. Moet ik hierop leggen om deze te markeren. Mocht je publiceren en lenen van andere spelers. Laten we in mijn voorbeeld zeggen dat ik alleen maar paars heb. En ik leen van Googly Eyes uit zijn boek De Rooie. Dan pak ik ook fysiek het kaartje uit zijn boek. Daarvoor krijg je dus 2 punten en insight. En die steek ik in mijn boek, zodat mijn boek weer compleet is. En dat betekent dat andere spelers die dan die rooie misschien ook willen gebruiken, die weer uit mijn boek kunnen halen om die voor hun eigen boek te gaan gebruiken. Maar dat is het publiceren van de treatises. Nou, dan hebben we alleen deze nog over. Dit zijn de verplaatsingen binnen het districtbord, binnen Wenen. Dit betekent dat je 1 of 2 stapjes verplaatst. En met deze verplaats je naar de positie waar Freud staat. En met deze actie kun je Freud 1 tot 3 stapjes verplaatsen. Je kunt gebruik maken van het aantal locatiesymbolen wat je hebt. Zoals in mijn voorbeeld heb ik bijvoorbeeld 5 van deze symbolen. Dus dat betekent dat ik in plaats van het aantal poppetjes, het aantal symbolen wat ik heb,
van deze locatie gebruik. Maximaal 5 keer. En dan mag ik dus 5 keer de acties doen die hierin staan. Ik mag zelf kiezen welke aantallen, welke volgorde. Ik kan dus een minor groen nemen, een upgrade van een van de insights of een minor groen inleveren om een report te pakken. En dat mag ik dus zelf bepalen hoe ik dat doe. 3 upgrades, minor groen erin zetten en die weer inleveren voor een research, whatever. Maar de locatie waar je eindigt, daar ga je dus de actie uitvoeren en of het aantal poppetjes wat er staat, of het aantal symbolen wat jij zelf hebt van die locatie bepaalt hoe sterk de actie is die je daar uitvoert. En dat kan dus nooit meer dan 5 zijn. Maar je mag altijd insight betalen. Voor elke insight die je betaalt, zoals hier ook staat, krijg je +2 acties. Dus als ik het doe op basis van het aantal poppetjes en ik lever een insight in, heb ik 2. +2 heb ik 4 acties die ik hier mag uitvoeren. Nogmaals, de max is 5. Maar dat is het basismechanisme van een actie. Je plaatst je idea marker, die wijst naar een actieveld. En die actie doe je 1 keer. Of als je 2 markers in 1 keer op weg stuurt, dan doe je de actie 2 keer. Zoals ik al zei, alternatief kun je een insight marker of een idea marker samen met een bright idea erheen sturen. Dan wordt het ook alsof er 2 markers heen gaan. En deze tandwielen bepalen gewoon hoe vaak je een actie kan doen. Je kunt dus niet zeggen, ik wil de actie 4 keer doen. Dus dat is niet toegestaan. 2 is maximum. En je kunt er zelf voor kiezen om zelfs alleen een bright idea naartoe te sturen. Of als je ze hebt, 2 bright ideas. Om de actie 1 of 2 keer te doen. Aan het einde van je beurt verwijder je altijd de bright ideas. Waardoor je dus effectief ook een actie niet blokt. En het kan soms leuk zijn om elkaar een beetje te blokken. Maar laten we zeggen dat ik een actie heb gekozen. Voor het voorbeeld niet zo belangrijk. Nadat ik de actie heb uitgevoerd, ga ik mijn inktpot bewegen. En daarvoor kijk ik naar de lijn waarin ik mijn marker heb gelegd. En die bepaalt exact hoeveel stappen mijn inktpot verplaatst in mijn voorbeeld 2 keer. Dan gaan we naar ons spelersbordje. We gaan onze inktpot 1, 2 keer verplaatsen. Komt hij op 1 van deze 3 posities, dan activeert hij de rij. In mijn geval krijg ik een minor in insight in paas en verder niks. Had ik het wat beter getimed, dan krijg ik een minor in groen. Ik mag een minor groen inleveren om een medium te nemen in een kleur naar keuze. Ik mag een downgrade nemen. Nogmaals, je kan een downgrade tegengaan door een kopje koffie te betalen. En dan nog een keer een medium nemen in een kleur naar keuze. En ik mag een kopje koffie betalen om een major te nemen in groen. En hier achterin, omdat ik die vrijgespeeld heb, is ook een symbool tevoorschijn gekomen. Dat is nog weer een upgrade symbool wat ik mag doen. Maar afhankelijk van waar die dus eindigt, krijg je alles in die rij. Je mag zelf kiezen in welke volgorde je ze activeert. Kom je bovenaan, dan mag je een kolom kiezen waar je alle acties in mag uitvoeren. Uiteraard moet die kolom wel vrijgespeeld zijn. Maar elke keer als jouw inktfles over dit symbooltje beweegt, speel je het meest linker idea weg vrij. En dat is dus weer een extra actiemarker, een extra worker die je op pad kan sturen. En in dit geval zou ik deze kolom kunnen activeren. Ook daarbij mag ik zelf kiezen in welke volgorde. Dan hebben we hier nog 1 positie. Als we hier naartoe gaan, dan triggeren we de reputatietrack. We gaan kijken op het reputatiespoor waar jouw marker zich bevindt. Dus mijn marker bevindt zich hier. We gaan kijken hoeveel punten we dan krijgen. 3 punten. En in dit geval ook een bakje koffie. En hoe verder je komt, hoe meer punten je daarmee kan scoren. En het tweede is, ik mag een actie uitvoeren uit de zone waar Freud's marker naar wijst. Of eentje erachter. Nou, in dit geval staat hij nog aan het begin. Dus kan ik een bright idea nemen. Of ik mag een researchkaart uit mijn hand spelen. Staat hij verder, zou ik dus een journal mogen nemen. Gewoon vanuit de gesloten kolommen. En plaats op mijn spelersbordje. Ik zou 2 van die researchkaartjes mogen spelen. Maar ik mag ook een lichtere beloning kiezen. Dus misschien wil ik wel graag een bright idea hebben. Maar dat is wat er gebeurt als je op deze positie eindigt. En zo zijn de spelers omste beurt aan de beurt. Je kiest dus, plaats je een idea, je voert de actie uit waar je naar wijst, je kijkt naar de inktpot, het aantal, je beweegt je inktpot, je voert de bonus uit die daaruit voortkomen en dan is de volgende speler. Alternatief kun je al je ideeën terughalen, krijg je koffie voor en kun je een location of district bonus nemen of je kunt de patiënten die je hebt liggen, op dit voorbeeld ligt er nu eventjes 1, dat zou nooit kunnen want lege kamers ga je gelijk weer opvullen, maar dan kun je patiënten behandelen. Tussendoor, als je aan de beurt bent, check je altijd van joh,
voldoe ik aan een van de eisen van de locatiebonussen. Als dat zo is, pak je die locatiebonus. Daar zit reputatie aan. Reputatie is stap 1. Je beweegt Freud. Stap 2. Je beweegt je eigen marker. En stap 3. Je checkt even of die langs een beweeg Freud symbooltje is gegaan. In dit geval ja. En dan beweeg je Freud ook nog een stapje. En dan leg je deze gesloten voor je neer. Wat kun je allemaal doen met de Bright Ideas? Je kunt koffie gebruiken, zoals ik al meerdere keren liet zien, om als je moet downgraden, 1 kopje koffie hoef je dat niet te doen. 2 kopjes koffie, je kunt een upgrade doen of je kunt zijdelings bewegen. En voor 3 kopjes koffie kun je een Bright Idea krijgen. Nou, Bright Ideas, zoals jullie al zagen, kun je gebruiken om in plaats van een gewoon idee van jezelf op het actiebord te leggen om een actie te doen of een actie 2 keer te kunnen doen. Je mag ook 2 van die dingen in 1 keer naartoe sturen. Verder kun je Bright Ideas gebruiken. Als je een locatieactie doet voor elk Bright Idea, krijg je 2 extra keer dat je die actie mag uitvoeren. En aan het einde van het spel zijn Bright Ideas 1 punt de stuk waard. En vergeet niet dat je aan het einde van je beurt, als je therapy boxes hebt, die mag gebruiken om een patiënt te genezen. En ook daarvan, je kunt er niet meer dan 3 hebben. Maar zo spelen we er duchtig op los, totdat ome Freud uiteindelijk op positie 10 komt. Dan wordt de huidige ronde afgemaakt. De startspeler flipt deze kaart naar het zakhorloge om aan te geven, dit is de laatste ronde. De ronde wordt afgespeeld zodat iedereen evenveel aan de beurt is geweest. En dan krijgen we nog 1 ronde en dan gaan we de eindscore berekenen. En aan het einde van het spel krijg je punten voor de positie die je hebt op het reputatiespoor, daar staat een waarde onder. Degene die het verste vooruit is op de reputatiespoor, pakt nog eens een keer 2 extra punten voor elke patiënt die hij behandeld heeft. En elke treatise die hij gepubliceerd heeft, dus elke van deze boeken die je gedaan hebt. De nummer 2 krijgt 1 punt voor elke patiënt en treatise die hij gepubliceerd heeft. Dan kun je punten scoren voor het aantal districten waar jij een marker hebt liggen. Op de districtbonus lig je in 1 district 4 punten, lig je in 2 districten 10 punten, lig je in 3 districten 18 punten. Het aantal markers per district is voor de spelers niet interessant, maar je moet in zoveel mogelijk verschillende zitten. Elk van deze kolommen die je gevuld hebt, krijg je punten. Dus heb je er 2 gevuld, 5 punten, heb je er 1 gevuld, 1 punt en alle 3 16 punten. De location tags die je hebt, oftewel al deze verschillende locatie tags die je op je kaartjes terugvindt. Hoe meer verschillende je er hebt, hoe meer punten. Heb je alle 6 de verschillende symbolen weten te verzamelen, is dat 15 punten waard. En minder levert natuurlijk minder punten op. Dus daar krijg je nog wat extra puntjes voor. Case studies die je hebt liggen, waar je de grief layer al wel van af hebt. Dit zijn allemaal de case studies, dus dat zijn de wat lastigere. Die geven overwinningspunten aan het einde van het spel, zoals hier op weergegeven staat. Maar dan moet deze er natuurlijk wel af zijn. En dat betekent dat die of hier nog ligt, of misschien heb je er al helemaal genezen. Dan gaan die ook scoren voor je. Elk heart-shaped box, elke therapy box die je aan het einde van het spel nog hebt, is 2 punten waard. En elke koffie die je nog hebt, ga je omzetten in de ratio 3. Tot 1 Bright Idea. En elk Bright Idea is nog een puntje waard. Dat levert een eindscore op. En degene met de meeste punten is de winnaar van Unconscious Mind. En zo wordt het spel gespeeld. Het thema van Unconscious Mind is iets wat mij enorm aanspreekt. Het idee dat we dromen gaan interpreteren, insight, inzicht daarin verwerven en daarmee proberen een therapie op te zetten waarmee we de patiënten kunnen helpen. Dat is natuurlijk een heel bijzonder thema om een spel rondom te bouwen. En dat wordt versterkt door de gave griftkaarten, waar een soort, ja, ik noem het de Roshar vlekken op staan, die over de patiënten heen gaan en die de behandeling nog lastiger maken. En de droomkaarten, waar allerlei toffe afbeeldingen op staan, die je gaat interpreteren middels het inzicht wat je hebt verworven om zo de patiënt te helpen. Wat blijft er over van het thema als je eenmaal gaat spelen? Het zit vooral in de vorm eromheen en de figuren die we tegenkomen
verwerkt. Het basismechanisme van dit spel is namelijk worker placement. Je stuurt een ID of twee op pad om een van de acties van het ideeënbord te doen. En daarmee krijg je ofwel een nieuwe insight, je verbetert je insight, je gaat bewegen over de districten. Je krijgt nieuwe notities op je bordje die weer leuke acties en combo's opbouwen. En zo word je steeds beter in het behandelen van de patiënten. Want daar zul je aan de ene kant hele gave abilities uithalen en ook flinke bakken punten. En terwijl je dat aan het doen bent, bouw je je engine op, krijg je steeds meer mogelijkheden en ga je je richten op waar kunnen we nog meer punten halen. Het schrijven van een boek met alle research die je erin zet, het claimen van districten, natuurlijk de strijd om de verschillende locaties. Dus het thema zit er zeker in, maar als je verwacht dat je een beetje aan het Dixit interpretaties gaat doen van het artwork van al die dromen, dan zal dat aspect tegenvallen, want het ziet er gaaf uit en het geeft je een leuk idee over, nou ja, hoe we met visuele middelen gedachten proberen vorm te geven. Het is een mechanic waarbij hier gewoon staat wat je nodig hebt om het juiste inzicht te verwerven en therapiepuntjes te scoren. Maar neemt niet weg dat het lekker wegspeelt. Het is absoluut een spel met ontzettend veel mogelijkheden en kleine regels die je de eerste keer ongetwijfeld hier en daar over het hoofd ziet. De symboliek in de basis is duidelijk, dus daar kun je makkelijk op terugvallen. Er zitten hele goede reference kaarten bij, maar de hoeveelheid acties, ook al zijn de keuzes niet zo moeilijk, plaats een worker, haal je workers toe, terug of behandel een patiënt, maar ja, de volgorde waarin en de acties die daaruit voortkomen, want je plaatst één of twee markers, dan doe je de actie één of twee keer, dan krijg je bonussen en spulletjes voor, daarna gaat je inkpot bewegen, dan krijg je bonussen en spulletjes voor en zo kan een beurt best wel het nodige aan sneeuwbaleffecten veroorzaken, waar je allerlei leuke dingen mee krijgt. En dat betekent dat je best wel met veel dingen rekening moet houden, vooruit plannen. Hoe kan ik de beste combinaties bij elkaar leggen en hoe haal ik daar het maximale uit? Een zwakke punt voor mij persoonlijk van Unconscious Mind is dat de spelersinteractie is eigenlijk nul. Als je je beurt doet, doe je je eigen dingetje en dan is de volgende speler de enige. Wat je aan het doen is een beetje strijden om bepaalde dingen als eerste te krijgen, posities op de borden of bepaalde patiënten, dan wel droomkaarten, researchkaartjes. En je blokkeert natuurlijk elkaar met acties, maar het is niet dat je elkaar aanvalt of iets aan het doen bent als een andere speler bezig is. Je kunt aan de ene kant lekker je eigen strategie bedenken en uitwandelen, maar ja, als je spelers hebt die heel lang nadenken over hun beurten, ja, dan zit je in een soort van te wachten van oké, wanneer mag ik weer iets doen? En ik vind interactie nou eenmaal heel erg belangrijk in een spel. Dus dat is iets wat ik absoluut wil meegeven. Verder is de herspeelbaarheid prima. Je hebt veel mogelijkheden. Maar je zult aan de andere kant ook weer beperkt worden in wat je allemaal kan doen door de tijd. De voorraden patiënten zijn niet eindeloos. Dus daar zal zeker ook een strijd om beginnen. Maar je krijgt dus altijd weer zo'n griftkaart erbij, waardoor je dus een unieke combinatie krijgt. En dan weer twee dromen erboven. En daarnaast, ja, hoe jij je eigen engine opbouwt en welke tegels je krijgt en hoe je daar uiteindelijk de overwinning mee denkt te behalen. Ook dat zal elke keer weer anders zijn. Dus de herspeelbaarheid is wat mij betreft erg goed. En dat alles bij elkaar maakt dat Unconscious Mind wat mij betreft gewoon een erg goed spel is. Ik vind het thema super gaaf, bijzonder uniek en hoe dat verwoven is in de verschillende mechanismes. Het worker placement, het insight verkrijgen en daaruit de therapiebehandelingen doen om je cliënten te genezen, vind ik heel tof gedaan. En dat wordt extra versterkt door het prachtige artwork, de mooie componenten en alle bordjes en onderdelen die je krijgt. Spelregelboek, prima. Wat ik al zei, iets terugzoeken, zeker bepaalde details, had voor mij wat strakker gemogen. Legende had niet meer staan. Maar als je het stapgewijs doorleest, de voorbeelden en alles wat erin staat, maakt het prima duidelijk. Dus dat is goed genoeg. Maar wat ik vooral heel tof vind, is hoe jij denkt een mooie engine op te gaan bouwen. Een beetje strijden om acties te blokkeren of voor iemands neus weg te kapen. Hoe je die inktpot rond gaat laten bewegen. Welke journaaltjes, notities je hierin legt en in welke volgorde. En hoe je daar dan vervolgens je insight krijgt. En welke patiënten ga je behandelen. En wat geven die jou weer voor leuke mogelijkheden waar je weer andere stappen op gaat nemen. En er zijn heel veel wegen naar Rome. En het is elke keer weer zoeken en puzzelen van hoe kan ik de juiste, voor mij meest lucratieve
alternatieve weg richting Rome vinden. En dat is een strijd die elke keer weer uitdagend en gaaf is. En dat maakt dat Unconscious Mind gewoon erg lekker wegspeelt. Zeker als je houdt van dit soort wat pittigere expertspellen, heb je hier een aangename kraker waar je je geest helemaal op los kan laten gaan. En kijken of jij je medespelers te slim af kan zijn. En het is om die reden dat ik Unconscious Mind een 8 heb gegeven. Spellenzolder.